iedereen. Ik ben Lisot van de Baby's Corner en vandaag ga ik jullie wat meer uitleg geven over de Ergo Baby Embrace. Het is een draagzak die eigenlijk voor in het begin te gebruiken is voor het eerste jaar. Het is een gemakkelijke zak voor overal thuis te gebruiken en ook onderweg gemakkelijk onder de kinderwagen mee te nemen. Dit is de Ergo Baby Embrace dus. Een model die heel soepel is. Gemakkelijk mee te nemen voor een hele dag op stap, dus kan makkelijk onder in de kinderwagen. Ook een licht model voor moest je het kindje thuis moeten troosten en je wil ondertussen thuis verder doen met de dagelijkse dingen, kan dit perfect. Voor het aan te doen is het eigenlijk juist onder de ribben. Neem je het slotje, heel belangrijk bij de embrace is dat het hier doorgaat. Het is een extra veiligheid. En dan klik je deze vast. En dan span je even aan. Dus dan neem je het kindje. Bij de embrace is het een kruismodel die op de rug. En dan gaat hij hier vast. Gaat altijd onder het armpje van het kindje. Dan neem je de andere kant. Kruisje op de rug. Klik je hier vast. En het kindje zit perfect. Als je zou willen aanspannen, is het eigenlijk de bedoeling dat je de band vastneemt en dan trekt. Nooit trekken met het kindje erin. Als je het kindje een beetje zou willen verzetten, ga je met de handpalmen onder het poepje en verstik je zo jouw kindje. Zo, dus dit kindje zit perfect. Je ziet dat de oortjes nog een beetje zichtbaar zijn en wanneer het ook een goed punt is, is als je perfect jouw kindje kan een kus geven. Met de Ergo Baby Embrace is er ook een mogelijkheid om het kindje te draaien. Dus dat het kindje mee kan kijken als je zou gaan wandelen. Dus kan het kindje met het gezicht naar voren gedraaid worden. De bedoeling wel bij deze positie is dat het ook niet constant gebruikt wordt, maar echt voor bepaalde momenten. Als het kindje wil rusten en wil slapen, moet het altijd omgedraaid worden. Maar dus dit kan met de Embrace.